was in de bestuurskamer. Overigens is het niet uniek voor ons land. Want gisteren bij de bekerfinale in Duitsland was die meneer Bak, dat was toch ook niet. Ja, maar in Duitsland heb ik hem er al bij neergelegd, Ruud. Meestal zijn ze ook nog her dokter. Ja, want hij zo was ook goed. Weer tandarts en na afloop met zijn dochtertje op de arm en zo. Ja, okay. Het was verschrikkelijk. Ja, en dan iedereen nog die hij weg kon sturen, heeft hij weggestuurd, hè? Ja, ja, maar de assistent scheidsrechter die dan aan de zijkant ook nog eens een keer die inderdaad erop attent maakt dat ik eerlijk wat geroepen word. Met die apparatuur, Peter, wordt het toch een beetje klinisch. Het is ook de charme van het voetbal dat mensen zich miljoenenvoudig ergeren aan fouten. En dat wij ons daar weer over kunnen opwinden. Ja, maar is toch niet te geloven. Maar voor een club als Utrecht is het geen charme, hoor, dit. Het is toch verschrikkelijk. Goed. We zijn het er dus over eens. Voor dit soort gevallen mag het wel eens een keer elektronica. Die mag gebruikt worden, maar daar zijn we nog lang niet uit. De VVD'er Rijpstra heeft nu officieel aangekondigd: er moet maar eens een wet komen, net als in Engeland, tegen voetbalgeweld. Ja, er wordt al lang over gesproken, maar nu is hij daar serieus. Daar is Van Acht al bezig mee geweest in de jaren 70. Ja. Maar tot nu toe is het zo dat justitie ophoudt bij de kalklijnen. Ja. En als je dat wil veranderen, ja. Ja, dan moet er een wet komen. Ja, op straat kun je niemand mishandelen zoals in het voetbalveld gebeurt. Of je krijgt een straf. En op het voetbalveld is tot nog toe iedereen vrij. Ja, maar meldingsplicht. Meldingsplicht zodat ze dus met van die elektronische dingen. Elektronische zaken gewoon thuis moeten blijven, dan wel bij de politie. Is het een goed plan, Johan, ja, dus of gaat dit te ver? Zijn nee, we nu er gaat richting ogen fascisme aan nee, het gaan? Nee. Er gaat in mijn ogen niets te ver als we dit probleem aansnijden. Mm-hmm. En helaas heeft diezelfde VVD een geweldige slapjanus als officier of als minister van Justitie naar voren geschoven, die helemaal niets realiseert. Dus dat is even pijnlijk. Kort als altijd. Ja, precies. Dus dat is pijnlijk. Maar ik vind dat er nu is toegeslagen moet worden. En die Engelse wet, dat is een goed voorbeeld. Maar die minister van Justitie die roept al steeds: ja, dan moeten we ook een wet hebben voor het wielrennen en een wet voor het honkballen. Nee, de problemen zijn bij het voetbal. En pak dat nou eens aan en schuif dat niet op de lange baan. En gooi dat nu niet in de discussie vlak voor de verkiezingen, maar maak dat eens waar. Ja, okay. Want het voetbal verdient dat. Want de mensen die zijn het zat, hè? Je merkt het. De mensen zijn het echt zat. Peter? Ja, ik wil je vaardig een stadionverbod uit. En dan moet je je daaraan houden. Ja. Anders hebben we toch geen zin, anders voelen die mensen zich toch niet gestraft. Ja, maar dan moet je toch inderdaad dat ook controleren. Ja, absoluut, en keihard uitoefenen. Aanpakken. Absoluut. Keihard aanpakken. Dus, met andere woorden, een goed voorstel. Ja, maar er zijn ook wel meer mogelijkheden. Kijk, als ik iemand op het bot beledigt hier, dan ga ik voor smaad, ga ik voor gaas. Maar op een voetbalveld kun je ongelimiteerd iedereen beledigen. Nou, ik vind dat niet kunnen. Wij hebben wat dat betreft behoorlijk de mazzel aan ons broek hangen, hoor. Ja, maar wat wij doen is satire, Ruud. Oh, is het zo? Oh, staat dat in ons contract? Ja, ja. Aha, nou, daar komt hij dan. Onze vriend Blatter, die ken je ook wel, ja. Sepp. Die zou in Limburg wel kunnen aarden. Nou, dat is overdreven, Ruud. Qua goed eten, drinken. Ja, maar dat doen al die officials, hè, van alle wereldbonden. Dat is niet exclusief Blatter. Maar als dus een elftal van zijn medewerkers dus met zo'n aanklacht komt, dat is enkelvoud, ja, dan moet er toch wel iets aan de hand zijn. Ja. Hè? Dat doen ze niet zomaar. En het zijn ook niet de eerste, de beste die dat doen. Hè? Nee. Dus ik verwacht daar wel een explosiegevaar. Denk jij dat bij het congres dat straks in Zuid-Korea gaat plaatsvinden, of in Japan, een van de twee, dat die Blatter nu eindelijk zal worden weggestuurd? Dit overleeft hij niet meer. Het zijn ook zijn naaste medewerkers, die roepen dit niet zonder een diplomatentas vol met harde bewijzen, want anders ben je niet goed bij je hoofd. En er zijn langzamerhand zoveel mensen die zich bij dit groepje aansluiten. Dit kan hij nooit overleven. En het is volledig terecht dat deze meneer weggestuurd wordt, want die heeft de hele boel belazerd om zelf aan het bewind te komen. Ja, maar dan zijn het dus toch ook mensen als bestuurderen zoals Blatter die het voetbal toch ook een buitengewoon slechte naam geven. Ja, maar hij zit er toch voor Blatter en niet voor het voetballen? Ja, oké, maar dat geldt dan toch voor de meeste voetbalbestuurders, of ben ik gek? Nou, dat zal misschien inderdaad voor een heleboel bestuurders wel gelden. Ik hoop dat nu ook de starre houding van het instituut FIFA, dat het wat losser zal worden. UEFA is minder star dan de FIFA, maar ook dat is natuurlijk nog een logorgaan.
Nee, ook dat maken we natuurlijk regelmatig. We hebben toch in het verleden gezien hoe zakenlieden die een enorme zaak opbouwden en 20 jaar aan de top daarmee stonden, kwamen in het voetbal terecht en gingen op een glijbaan naar beneden, naar corruptie. En naar, ik hoef de voorbeelden niet op te noemen. Nee. Eerbare zakenlieden. Het is een gevaarlijk medium, hoor, dat voetbal. Is dat zo? Ja, dat vind ik dus wel. Dus het is een wonder dat wij hier toch wij met onze raakvlakken gebleven in het voetbal dat we hier nog zitten. Ja, maar als je ziet wie in de bak is verdwenen in de loop der jaren. Van Harmsen, van Ajax tot de Groninger. Renze de Vries. Renze de Vries. En noem maar op, een hele stoet. Gil in Madrid. Gil. Moet ik nog doorgaan? Nou, de manager van de MVV. De manager van MVV, Tapie in Marseille. Ik kan een avondvullend verhaal houden, maar dat doe ik niet. Onze eigen Peter R. de Vries van de sport, Jean Nelissen. Ik vond het goed dat je hier was en dat je nog weer eens even uiting gaf aan dat wat jou bezielde en bezig hield. Datzelfde geldt voor Peter Bos. Waar ga je nou eigenlijk naartoe? Ik heb nog geen flauw idee. Je hebt nog geen baan? Ik heb nog geen baan. Hè. Peter hoeft zich geen zorgen te maken. Ik denk dat Peter absoluut een grote club krijgt. Die jongen heeft een hele goede naam en ik heb heel veel vertrouwen in hem als trainer. Nou, je hoeft ook niet meer te solliciteren. Morgenavond Voetbal Insight. Je weet wie je gast is? Ik denk voor de 5e keer Jan van Halst. Nou, ik denk Dick Jol. Ook prima. Dus je hebt het wat dat betreft getroffen. Morgenavond Voetbal Insight met Dick Jol. Waar Johan zojuist lovend over sprak. Ik zal met een griepje me afmelden. om 8 uur in dit programma is er volgende week op de een of andere wijze weer. En waarom zeg ik op de een of andere wijze? Omdat we volgende week ook de oefeninterland hebben. De Verenigde Staten tegen Nederland. Dus het Nederlands elftal dient, geloof het of niet, als sparringpartner voor Amerika. Wie had dat ooit kunnen denken? Goed, dit was het. Volgende week ziet u ons weer. Kijk voor eventuele tijden enzovoort. Maar op RTL Text of surf naar www.rtl.nl. En dan vindt u daar van alles wat u weten wilt. Dank voor uw belangstelling en graag tot volgende week.